Het wordt weer een enoverende week, kan ik jullie vertellen. Het mot, hè? Het mot. Wat een dreigement, zeg. Een nieuwe dag, het is een nieuwe start. Met ontelbare kansen voor een jong hart. Het is een nieuwe kijk, met een open blik. Wat een heerlijk leven. Hier ben ik. Terug van weg weer. Zo, maar dit is lang geleden. Maar, hallo? Weet je nog wel het moet? Nee. Nou, Ajax staat lekker 0-0, want Ajax is slecht. Nou, dus echt voor het eerst dat ik me daar even geen zorgen om maak, want wij zitten net het de huiswerk van Jonne te maken. Dit is geen grap. Engels. Jonne. Omdat ik daar zo goed in ben. En ik word gebeld door het UMC om 9:30, anoniem, dus ik dacht, wat zin in een grap, dus ik neem op. Hallo, zeg ik. Want ik dacht, ja, ik ken nooit ziekenhuis zijn. En toen zei ze, hallo, heel netjes dat meisje. Ja, en er is een datum, dus ik word 31 januari opgenomen in het UMC. 1 februari is de operatie. En dan moet ik 2 à 3 dagen blijven. Dus ik ga gelijk naar huis. Ik ga echt niet 2 à 3 dagen blijven. Dat gaat vet snel voorbij. Oké, nou, ik vind het dus helemaal kut. Ik heb hier geen zin in. En ik ben bang dat het misgaat en dat daarna niks meer kan. Je weet wel, al die allerergste scenario's gaan zo zoep zoep door mijn hoofd. Nooit even wat nou als. Nee, klopt, is ook. Maar toch is het eng, want eeuw, ik wil het gewoon niet. Ik bedenk dan dat ze gewoon heel mijn nek gaan opensnijden. En dat er weer van die gore nieten in worden gejenkt. En dat het dan weer gewoon eruit moet als ik wakker ben. Ik voel het, hè, daar. 80% van mijn lichaam voel ik niet. En daar wel. En daar moeten ze zijn. Dat is echt naar. Dat is wel echt naar, ja. Ja, dat is toch kut? Als we even je benen oversnijden. Ja, dat boeit me niet. Ik kijk zelfs mee. Ik neem deze camera dan mee. Zou ik mee kijken? Ja. Maar ja, dus. Dit wordt weer een innoverende week, kan ik jullie vertellen. Dus blijf kijken. Dus ik dacht, ja, we pakken de ding er maar weer bij. Ja, weet je. Je moet wel. Nou, we gaan nu de hond uitlaten, want het is zover om de hond uit. En die hebben ook nog een prikje gehad van maar. Oh, nee, dat is zo zielig. Dat is zo zielig. Dat is zo zielig. Dus en ik ben expres. Bita, ik ben ook met jou mee geweest naar de dierenarts. Jij moet ook mee naar mijn ziekenhuis. Oké? High five. Oké, dank je. Dat was echt een hele flesje, maar toch niet. Zo, nou, ik lig dus nu in bed. En ik zei net al een beetje dat ik dus net ben gebeld door de dokter, het UMC, dat mijn operatie dus volgende week is. Alleen ja, ik had het dus heel even niet verwacht, want ze belde om 9:30 en ik dacht echt, wie maakt deze grap met mij? Maar het was echt. Gelukkig kwam daar net op tijd achter, want ik wou echt bijna gaan zeggen, ja, grappig. Maar goed. Ik kan je wel zeggen, mijn benen tintelen gewoon van hoe zenuwachtig ik ben. Nu al, hè. En dan word ik dus volgende week pas geopereerd. Hallo? Ineens wazig. Ik haat dit ding. Stoppen. Stop met dit. Stop met dit. Maar goed. Ik heb hier in ieder geval niet nul zin in. Nul. Nog minder. Wat ik dus al helemaal niet wil, is daar blijven slapen. Daar word ik zo moe van. En natuurlijk Vita die er dan niet is. Maar goed, ik hoop dat het goed gaat. Ik ben gewoon echt bang dat ze iets raken en dat het weer... Oh god, oh god, oh god. Het zou je toch gebeuren, hè? Dat je zeg maar wakker wordt en dan mijn armen bijvoorbeeld niet meer kan bewegen. En dat zo'n arts zegt, ja sorry, ja... Ja, dan heb je daar gewoon mee te leven of zo. Dus dat maakt wel eng. Terwijl ik heb superveel vertrouwen in deze artsen. Want als ik iemand moest kiezen, dan koos ik hun twee. Alleen ja, dan moet je daar alsnog gaan liggen. Maar goed, het is nu inmiddels, ik heb geen horloge om, 11:15. Ik ga morgen uit eten met de vriendinnen voor een verjaardag nog. Dus daar gaan we eerst maar gewoon eens even naartoe leven en dan zien we wel weer. Slaap lekker. Goedemorgen, ik was om
4 wakker. En daarna heb ik niet meer geslapen. Maar ik werd net gebeld en ze zeiden dat ik maandag al voor een screening moet. En dinsdag dan wordt opgenomen. Dus het hele circus begint maandag al. Ik ga nu eigenlijk even terugbellen om toch te vragen of dat dinsdag kan. Zodat ik maandag gewoon niet daar ook nog hoef te zijn. Zo, wij zijn net, ik heb net de hond uitgelaten. Wietje heeft net gegeten en we gaan nu uit eten bij het zusje voor mijn verjaardag nog en die van Dana. Ik denk ik film dit allemaal maar. Omdat ik heel misschien zin heb om dit te editen als ik in het ziekenhuis lig. Echt voorbereidingen ten top. Ik heb 3 drankjes momenteel. Oh joh, ik ben dat? Niet. Ja, is weer een. Vrij, man, vrij. Nou, dat is zo. Want een lucht is dus lucht. Wat doe jij nou, gek wijf? Maar we hebben nu wel weer via een of andere collega. Ik was 13, 11 in de eerste. Ik ben vroeger leerling. Nee, ik was 16 jaar. Ik was 16 jaar. Ja, dat klopt. En dan doe je 4 jaar en dan ben je 15 jaar. Oh, ik heb gewoon een heel waard. Nee, ik heb het Hé, hey, wilt iemand zijn limoncello nog kwijt? Maar, dat doe je toch niet? Nee, zeker niet. Ik vind deze limoncello niet zo lekker. Zo, ineens 2 dagen verder, hè? En roze haar. Hoe doet ze het? Oké, dit waren niet 2 hele spectaculaire dagen vandaag. Dat ik dus nu pas weer film, maar... Ik ging net sushi eten met mijn ouders en Levi. En morgen word ik opgenomen. Dus ik kom nu wel een beetje dichtbij en ik vind het helemaal niks. Nou ja. Het mot, hè? Het mot. Dus ik ga nu een beetje mijn spullen pakken. Ik zou echt niet weten wat ik allemaal mee moet nemen eigenlijk. En het ergste wat ik eigenlijk, waar ik echt heel erg tegenop zie, is dat ik Vita... dan 's nachts niet heb. Vind ik echt zo stom. Daarom wil ik gewoon zo snel mogelijk naar huis. Dus. Ik ga dit kunstwerk van mijn gezicht halen. En dan ga ik beginnen, denk ik. Staat erop. Feu. Aan je borstel elastiekjes. Je wimperserum. Want dat heb je nodig. Hè? Nou. Dat is toch zo? Zeker. Maar wat nog meer? Ja, misschien ben ik wel een hele week weg. Dan zijn mijn hele wimpers weer stom. Jij bent donderdag al terug, zeg jij. Ja, dus. Woensdag als het aan mij ligt. Wat moet er nog meer op de lijst? Mascara? Nee, ik ga geen make-up op doen. Wel wimperseren, maar geen make-up. Marijke doet even mijn spullen inpakken. En ik ben moe en ik heb het koud, dus ik lig. Oh, ik moet deze ook meenemen. Mijn elektrische deken. Nog niet. Maar die mag ook niet nu nog, want die heb ik nog nodig. Hij loopt echt op de zaken vooruit. Ja, tuurlijk. Even jong, luister, deze staat hier. Wacht, kijk dan hè. Zit ze voor te lezen. Ja, we hebben nu op het lijstje heel dit serieus. Dit en dit. Zit ik niet te luisteren, zeg ze tegen mij, ik ga zo in je teen knijpen. Wow, jij bent echt een stoer. Wat een dreigement zeg. Met iemand met een dwarslezen. Ik ga zo in je teen knijpen voor jou. Nee, tuurlijk. Oh nee, doe het niet. Doe het niet.
niet stoppen. Oké, okay, we gaan door. Waar waren we? Zo, ik zie eruit. Oké. Okay. Ik ben nu nog even de hond aan het uitlaten. Ik ga straks naar het ziekenhuis. En ik vind nu alweer alles irritant, omdat ik ze dan zo moet opschieten. En haasten en zo. En ik heb daar gewoon geen zin in. Omdat ik dat niet kan. Ik kan echt niet haasten, want snel even iets pakken, dat zit er natuurlijk helemaal niet in. En dat is dan wat je eigenlijk alleen maar doet als je haast hebt. Dus I hate it. En maar goed, mijn koffer is ingepakt. En ik ben er klaar voor om weg te gaan. Ik moest alleen even mijn hond uitlaten. Dus ik ga dat dus nu even doen, want dat kan voorlopig even niet meer. Later. Net te horen gekregen dat het dus niet vandaag is. Ze waren alleen mij even vergeten op de hoogte te stellen. Dus wij gaan weer naar huis. Dat is schandalig. We doen er niks aan. Ja, het kind is helemaal in de stress. Ja. Nee, maar dan weet je in ieder geval dat wij zo weer naar huis komen. Het is een heerlijk leven, hier ben ik.